Op baan 8 voor de ZPCH, Imani de Jong. Baan 1 voor PSV, Nelly Veldhuis. Baan 7, Aquarem, Richelle Koot. Baan 2 voor Orca, Josie Wijkhuis. Baan 6, de Dolfijn, Elise Pennings. Op baan 3, Elinore de Jong. Baan 5, Marit Steenbergen. En op baan 4, zij mag zich Europese kampioenen noemen op de estafette, Valerie van der Roo. Daar zijn de dames onderweg, 50 meter voor de vrije slag. De eerste voorsprong op het keerpunt is ervoor. Van Corona ligt daar in de Jong. Heel dichtbij. Zijn nu de voorsprong, Jong en later dan 3. En dan kijken we naar die laatste race. Daar komt de Van Corona dichterbij en voorbij. Kijkt erop naar Marit Steenberg in die laatste race. Maar het is Valerie van Corona, 24-57. Tweede tijd van Elinor de Jong, 24-78. En de derde tijd van Steenbergen, 25-00. Wacht op de officiële uitslag van deze race. Die staat op het beeld, sorry, ik had het niet goed in de gaten. Valerie van Roon, dames en heren, de nieuwe Nederlands kampioen. En zij verdient uw applaus.